Dames en heren, in het kader van de actie Racisme, voor je het weet ben je zelf aan de beurt, spelen wij het radiotelefoonspelletje Geen Jager, Geen Nigger. Welkom bij... Ik heb me even vergist in de omkleedtijd. Sta ik weer als een lullig onderbroek. Ik moet me even omkleden, neem me niet kwalijk. Ik moet me even omkleden, moet me even... Zo, ook weer gebeurd. Het heertje. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben moeilijk te verstaan, zegt u. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben nog moeilijk te verstaan. Zo beter. Ach, ben jij het? Gek, je belt dan niet hier naartoe. Nee, ik kan niet onmiddellijk naar je toe komen. Ik sta in mijn onderbroek. Ja, dat is waar. Die kan ik uittrekken. Hè, wie wil me spreken? Deze moet me wachten. Ik ben aan het werk, verdorie. Ja, over visuele effectjes gesproken. Ik zal even mijn benen bedekken. Het oog wil ook wat. Ach, dan ben ik mijn oude sleutels ook nog kwijtgeraakt. Ah, dat geeft niks. Ik heb namelijk een sleutelhanger die een pieptoon afgeeft wanneer je naar een fluit. Zodat je, als je de sleutels bent kwijtgeraakt, precies kunt horen, tenminste nadat je gefloten hebt natuurlijk, waar de sleutels zich bevinden. Het probleem was alleen een beetje dat de pieptoon van de sleutelhanger wat aan de zachte kant was. Zodat het nog lang niet altijd goed kon horen waar de sleutels waren. Maar nu heb ik, en daar ben ik bijzonder trots op, nu heb ik hoogstpersoonlijk iets aan die sleutelhanger geprutst. En nu, dames en heren, geeft de sleutelhanger, wanneer ik fluit, een signaal af aan de telefoon die vervolgens overgaat. Kijk, en de telefoon is luid genoeg, hè? Die hoor je heel duidelijk. Ik geloof dat ik een kleine denkfout heb gewijd. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje Geen Jager, Geen Neger. Wie heb ik aan... Ben je toch? Ja, kiekeboe. Sorry. Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Kiekeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eendjes geweest? Kijk eens aan. En wat zijn de eendjes dan? Het is niet waar. Zijn de eendjes kwak? Hé? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Nee, daar doe je niks aan. Nee, dat gaat maar van kwak, ja. Kwak, kwak, kwak. Hè? Ja, kusje. Ja, ja, andere eentje doet de kwak. Tuurlijk, dat gaat van kwak. Hè? Ja, kusje. Jij ook kusje? Ja, eentje ook kusje, tuurlijk. Ja, kwak, kwak. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dit duurt wel erg lang, hè? Ik zal zelf wel even een kandidaat bellen. Geachte heer Vinkers, gaarne zou ik mee willen doen met uw spelletje Geen Jager, Geen Neger. U kunt me bereiken op mijn werk bij garagebedrijf Poortman. Weet u wat, ik zet hem op de handsfree, dan kunnen we allemaal meegenieten. U bent verbonden met garagebedrijf Poortman. In tegenstelling tot andere garagebedrijven hebben wij telefoonnummer 6642. Deze lijn is even een gesprek. Heeft u een ogenblikje geduld? Een antwoord, apparaat. Er zijn nog 3 wachtenden voor u. Ah, geef niks. Er zijn nog 4 wachtenden voor u. Dit is het antwoordapparaat van garagebedrijf Poortman. U kunt het boodschap inspreken naar de fluittoon. U heeft nog tijd tot de tweede fluittoon. Ja,
Ja, zeg, dat kan zo'n eeuwigheid duren voordat die knakker een keer aan de lijn hebt. Met knakker. Bent u die knakker van een garagebedrijf Poortman? Wij zijn een dochteronderneming. Mag ik je moeder even aan de telefoon? Met mevrouw Poortman. De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger? De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger. Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor. Wij zijn er helemaal klaar voor. De regels zijn bekend. De regels zijn bekend. Wat? Wat zijn zowel uw hobby's? Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's? Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes. U bent dol op taalspelletjes. Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alle Sint-Gaikema-woordspelingen uit mijn hoofd. U kent alle Sint-Gaikema-woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een Sint-Gaikema-woordspeling? Nou, meneer, ik stond laatst met meneer Gaikema in Frankrijk, moet ik u voorstellen. Naast mij stond meneer Gaikema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, connaissez vous Gaikema? Die Fransman vroeg, quel Gaikema? Waarop ik zei, set Gaikema. Nou, zo te horen is een taalspelletje geen probleem voor u. Goed, de regels van geen jager, geen neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van wal. Mevrouw, u woont in Almelo? Dat klopt, ik woon in Almelo, naast de neger. Ah, oh. Oh. Oh, zonde, hè. Ah, oh, zonde, hè. Dat is jammer, ja. Heel jammer. Zonde, ik heb zo geoefend, hè. Geef niks, mevrouw, het zijn de zenuwen. We gaan vrolijk verder. Ik lees in uw briefkaart dat u dol bent op zingen. Ja, dat klopt. Ik ben dol op zingen. Dan kent u vast wel dat liedje. In het bos, daar zijn de... negers. Zonde, hè? Hallo. Oh, zonde, hè. Zo, het eruit voor het net, hè. Het zijn de zenuwen. Zo geoefend thuis, hè. Weet ik, mijn moeder zo vroeger altijd... In het bos, daar zijn de jagers. Uw moeder zong in het bos, daar zijn de jagers? Mijn moeder kon geen nee zeggen. Uw moeder kon geen nee zeggen? Oh, mijn moeder kon absoluut geen nee zeggen. We waren er ook met 22 kinderen. 22 kinderen, ja. Op zich wel goed natuurlijk, in verband met de stijging van de zeespiegel. Ja. Maar ja, toen kwam het Bruegas-effect, hè. Pardon? Toen kwam het broeikaseffect, hè. Ja, nou en? Ja, nou en. Mijn vader had er sneeuwballen van gekregen ondertussen, dus u begrijpt het dat. Mevrouw, mag ik de kandidaat aan de lijn die iets meer verstand heeft van taalspelletjes, alsjeblieft? Ik denk dat u dan Jacqueline moet hebben. Dan moet u even een ander nummer draaien. 020 7x5. Ik herhaal het even, omdat het vaak verkeerd wordt verstaan. 054-90-6642. De mensen lachten er doorheen. Kunt u het nummer nog één keer herhalen? Wat zegt u? Kunt u het nummer nog één keer herhalen? Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer. U spreekt geen Nederlands. Niet dat Nederlands. U spreekt alleen dialect. U spreekt dialect, meneer Vinkers. Ho, 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 ho. Dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allen, op het toneel spreek ik keurig hoog Haarlems. Ja, oké, wanneer een Twentenaar of iemand uit Apeldoorn geldt dan net zo... wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken... heeft u nog eens de neiging om de N in te slikken. Ja, u net zo goed als ik. Zo zeggen wij niet twist is bank, maar twist is bak. U kent denk ik ook al die uitdrukking, strak voor het dak. Ja, wij in Almelo zeggen nog niet glansbank of dankgoor. Nee, wij zeggen glasbak en dakgoor, maar... Kijk, dan noem je geen dialect, dat is een kwestie van een accentje. Ik ben er al voor bij een logopediste geweest. Ze zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. Wel nee, zei ze, wel nee. Het is juist heerlijk weer. Goed. Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreken geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me heen kuien. Maar dan flantuten mevrouw, ik weinig wil. En dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg. Omdat de leuven dan gaat de morsten en de prutten. Oh, mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan.